Volgens minister Jennifer van Dijk-Silos zitten arrestanten en gedetineerden absoluut niet in een en dezelfde cel. De bewindsvrouw heeft gisteren in DNA deze bewering weersproken. Klopt voor een deel en ook bij hoge uitzondering. Maar niet samen in de cel met gedetineerden. Het zijn de hele zware gevallen die men selecteert. En dat is een beleid van het OM. Laat me dat ook duidelijk zeggen. Het is geen beleid van de minister van Justitie en Politie. Dat men besluit om zware misdadigers in PID te zetten vanwege het hele strakke regime wat daar heerst. Elke inrichting heb je regimes en er zijn differentiaties. CPI heb je een gedifferentieerd regime. En er is geen enkele arrestant in CPI. Het huis van bewaring is het huis voor arrestanten. En daar heb je ook de gevallen die wachten op hoger beroep. De mensen die veroordeeld zijn, in hoger beroep gegaan zijn, die zitten in het huis van bewaring. Ik zag mij genoodzaakt hierop direct in te gaan, zodat het voor het Surinaamse volk duidelijk is wat er precies speelt. En dat het niet, niet zo is dat arrestanten en gedetineerden in één en dezelfde cel zitten, al helemaal niet op de politiebureaus, heb helemaal geen gedetineerden. Waar het wel voorkomt is PID, dat er ook arrestanten zijn in PID, maar niet samen met gedetineerden. De bewindsvrouw reageerde hiermee op een uitspraak van de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Keshe Persat Gangaram Pandey, al zouden gedetineerden en arrestanten in dezelfde cel worden geplaatst. Gangaram Pandey gaf aan dat wanneer wij bilaterale overeenkomsten afsluiten voor het overnemen van gevonnisten, wij adequate ruimte moeten hebben om deze gevonnisten te accommoderen. De uitgenodigden van delinquentenzorg hebben een aantal zorgpunten ter zake naar voren gebracht. Met betrekking tot onder andere de strafinrichtingen, de logistieke aspecten en de menselijke capaciteit. Maar ik heb het over Surinamers. De gevangenis is open voor elke burger. Dit heb ik 10, 15 jaar geleden hier al staan betogen en ik hoor dezelfde dingen nog steeds. De gevangenis, de arrestantenverblijven, zijn open voor elke burger. De politie kan u arresteren en morgen blijkt dat u onschuldig was, maar u bent al in het arrestantenverblijf terechtgekomen. Ik herhaal hier wat ik 15 jaar geleden heb gezegd. En dan hoor ik hetzelfde ding. Nu zitten gevangenen met arrestanten samen. Nee, dat kan niet. DNA-voorzitter Jenny Simons gisteren in DNA. JusPol minister van Dijk-Silos heeft daarop verduidelijkt dat arrestanten en gedetineerden niet in dezelfde cel zitten.